Ik denk ook dat het met een groeiproces te maken heeft. Het is nooit het proces van schulden. Daar kun je heel lang over denken, kun je heel lang over filosoferen. Maar uiteindelijk weet je niet waarom daar rood komt. En waarom je dit blauw maakt. En waarom er plotseling iets in een schilderij komt, wat eigenlijk in de realiteit eigenlijk niet voorkomt. Dat weet je niet. Op een bepaald moment houdt inzicht in wat je doet op. Yeah. En je kunt wel zeggen, daar zit een groei in naar iets. Ja, van bijvoorbeeld een zekere mate van non-figuratieve naar nu meer de concrete werkelijkheid. Maar om dat precies te duiden, hoe komt dat? Waarom is dat zo? Mm. Dat weet ik niet.